in mijn relaties, en zeker met deze, met David, mijn huidige partner, heb ik te ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde is. We hebben behoorlijk pieken en dalen in onze relatie meegemaakt. Waar ik dacht, ik hou van jou in het begin. Ik wist niet wat liefde is. Totdat er kwam het moment van crisis, breuk, pijn. En ga maar van iemand houden die je ontzettend kwetst. Dat is het moment voor mij waar mijn hart brak. En toen besefte ik, mijn hart is niet gebroken. Alleen de, hoe zeg je, de grenzen van mijn hart zijn gebroken. Die is groter geworden. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. Vandaag hebben we in de studio relatietherapeut en auteur Emanuela de Anova. De aflevering van vandaag staat volledig in het thema van liefde. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Thanks. Ja, we gaan een gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven? Geluk in het dagelijks leven is niet echt een onderwerp dat mij bezighoudt. Maar ik probeer het steeds meer, steeds bewuster uit te nodigen, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat het niet dagelijks is. Ik denk dat geluk is iets dat ik persoonlijk ervaar misschien in de grotere waves van mijn leven, in grotere momenten van mijn leven. Dus ik denk dat het geluk is, heb ik het meest ervaard en meest bewust van geweest in de pieken na de grote dalen. Zoiets. Ja, omdat het dan in contrast staat met wat daarvoor was. Ja. Precies, precies. Ja, en is het dan als je uiteindelijk ver weg bent van die dalen, dat je het dan ook een beetje vergeet of zo, hoe het was om ongelukkig te zijn? Dan ben ik niet zo op zoek naar. Dus het geluk heb ik het gevoel dat ik op zoek ben, echt bewust naar geluk, op het moment dat ik die niet heb, op dat moment. Ja, en dan heb je het nodig dus. En daar heb ik het nodig. Ja, en hoe vind je dan na zo'n dal het geluk weer terug? Dat is een proces. Het is geen enkele keertje geweest. Dat is de formule. Dat zijn de stapjes. I wish. Elke verhaal heeft zijn eigen geluk. Mm-hmm. Dus ik denk dat geluk is, heeft duizenden jasjes en verschillende vormen. En hoe vind ik het is om bewust te worden dat er al erin zat in heel veel plekken waar ik het eigenlijk niet zag. Ja. En naar eigenlijk niet verwachten de grote dingen, maar naar de kleine dingen op de kleine dingen te focussen en die te kunnen. Ja. Zien. Maar als je dat dan doet, is het geluk dan altijd te vinden? In wat voor situatie dan ook, is er altijd wel geluk? Ik denk dat wij dat de keuze is. En ik denk dat je het altijd kan vinden. Ik denk geluk een bewuste keuze kan zijn. Dus ja, altijd te vinden. Een bewuste keuze, maar ik denk geen makkelijke keuze, of wel? Is het zo van, ik ga nu gelukkig zijn, dan ben je gelukkig? Nee, geen makkelijke keuze. Omdat ik spreek voor mezelf. Ik merk dat ik heel vaak glij in de negatieve bias van onze brein. Dus negatieve bias, onze brein is gericht 90%, 80% op wat is er niet, wat kan beter, zeker als vrouw. Wat kan ik verbeteren? En dat is meer focussen op dat wat er nog niet is. Ja. En geluk is een moment waar je ontdekt dat of je dat wat er niet is, niet nodig is om gelukkig te zijn, of op het moment dat wat je zocht komt naar je toe. Heb ik het goed uitgelegd of is het te filosofisch? Nee, hoor, absoluut niet. Ik sprak bij een evenement laatst en toen kwam dit idee naar boven. Stel voor, je hebt je leven is een vruchtbare grond, een vruchtbare tuin. Mm-hmm. En je hebt
de keuze als je brein, als je mind eigenlijk is, is dat, hoe zou je dat in Nederlands, een watergieter? Een gieter. Wat ja. je water sproeit, ja, een gieter. Plaantjes. Dus je hebt de keuze om zaadjes te planten met echt mooie bloemen en vruchtbare bomen. En daar op te focussen, dus daar je watergieter, je mind op te focussen. Of op de weeds, op de onkruid. Ja. Op de onkruid. En het is, op dat opzicht is voor mij de formule van geluk. Waar focus je op? Op dat wat er is en wat er kan bloeien. Of op dat wat er nog niet is. Of dat wat je eigenlijk op dat moment niet kan veranderen. Ja, ja, het is echt gewoon simpelweg waar je je focus op legt eigenlijk. Ja, ik denk dat het daar behoorlijk kracht in zit. Focus is power. Ja, en hoe ben jij er dan achter gekomen dat jij die kracht had om te gieten? Te gieten, ja. Wanneer ben je erachter gekomen dat je gieten was? Ja, mooi. Hoe ben ik achter gekomen? Door heel veel onkruid te moeten plukken uit mijn eigen tuin. Ja. Omdat die is er en die is soms best nodig om te ontdekken nieuwe grounds, nieuwe mogelijkheden. Als we in die metafoor blijven. Hoe ben ik achtergekomen hoe ik door pijn, denk ik. Ja. Door om vermogen die blijdschap te vinden in het moment, in wat er op dat moment was. En daar die pijn, die heeft me behoorlijk geduwd om een andere weg te vinden. Ja, dus het was een soort van noodzaak bijna om dat geluk te vinden. Een noodzaak om geluk te vinden. Ja. Exactly. Maar wat je eigenlijk zegt, hè, want jij vond het geluk ook meestal na een dal of na pijn. Zou je dan kunnen concluderen dat mensen die meer pijn en meer dallen ervaren uiteindelijk gelukkiger zullen zijn? Niet per se. Maar het kan zijn dat ze bewuster worden van wat geluk is. Ja. Omdat dat is mijn ervaringen. Ik heb mij er meest gelukkig ervaard op momenten dat ik heb iets over kunnen winnen, mm-hmm. overwonen. Ja. Maar ik denk dat ik dat juist nu probeer in het leven niet te doen. Maar dat ik niet, ik wil niet dat het weer steeds de daal komt, de pijn komt, om gelukkig te voelen. Dus kan ik in het dagelijkse leven gelukkig voelen? En je vroeg me, ben je daarmee bezig? Ik heb het gevoel niet. Maar ik heb wel het gevoel dat ik een gelukkig persoon ben. Ja. En niet omdat ik bezig daarmee ben, maar omdat ik misschien andere wegen vind van meer bewust ben van wat meer dankbaar ben. Ja, that's it. Ja. Dankbaarheid, ja. Ja, we horen wel vaak dat dankbaarheid ook wel belangrijk is voor geluk. Ja, dat komt vaak terug. Ja, nou, we hadden ook je man David een aantal podcasts geleden in de studio. Hij zei geluk is liefde. En ben je het daarmee eens? Wat is geluk voor jou? Wat is de betekenis die je aan geluk geeft? Geluk is liefde. Ik vind deze heel mooi. Geluk kan je heel veel vormen vinden. Maar ik zou één woord naar toe te voegen en dat zou onvoorwaardelijke liefde. Okay. Onvoorwaardelijke liefde. Omdat geluk is echt voor mij is de simpele dingen. Thuiskomen met en de kinderen blij zien. En die jullie hebben geen kinderen. Nee. Maar voor de mensen die luisteren en kinderen hebben, het is een moment waar die kleine voetjes naar jou toe komen en die kleine armpjes je omarmen. En het is misschien een mega cliché, zeker voor mannen die geen kinderen hebben.
Maar ik kan me nog iets bij. Ja, ik ook wel. Dat is ultieme geluk. En dat is onvoorwaardelijke liefde. En het liefde kunnen ervaren in zijn volle... Hoe zeg je? De echte gevoel van liefde kunnen omarmen met je hart. Ja, dat is meest bijzondere gevoel, denk ik. Ik weet niet of het alleen geluk is. Maar het is zoveel. Er is ook geluk daarbij. Ja. En dat zit dan alleen in relaties tot anderen? Of misschien alleen bij kinderen? Of is dat. En bij misschien bij je man of zo, maar wel bij relaties? Of kun je dat ook hebben in je eentje? Zou je bijvoorbeeld in je eentje gelukkig kunnen zijn? Volledig gelukkig? Ik denk dat mensen er zijn die in hun eentje volledig gelukkig zijn. Nee, de monks in Tibet, weet ik niet. Mm-hmm. Ik heb nooit al iemand ontmoet om te vragen. Ik heb wel die ander nodig om mezelf te kunnen ervaren. Dus zonder dat spiegel van die ander zou ik niet weten wat geluk is, omdat ik heb de tegenovergestelde niet. Dus die trigger niet, die ongeluk niet. Zou ik het anders zeggen? Ik werk met heel veel stellen, dus in relaties. En ik zie dat eigenlijk liefde en relaties en onze partners of business partners of vrienden ons soms triggeren. Mm-hmm. En dat heeft niks te maken met wat zij doen, maar met alles wat in ons gebeurt op dat moment. En als wij ons veilig vinden in dat omgeving, in dat spiegel, in dat ruimte ertussen die ontstaat, die leeft, dat is die heilige ruimte die ontstaat tussen twee mensen. Als daar veiligheid genoeg is, dan kan je eigenlijk groeien en geluk en onvoorwaardelijke liefde. En eigenlijk jezelf terugvinden. Ja. Ja, anderen zetten je eigenlijk aan tot zelfreflectie en op die manier vind je jezelf. Ja, en zeker je intieme partner. Daar heb ik in mijn relaties, en zeker met deze, met David, mijn huidige partner, heb ik te ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde is. We hebben behoorlijk pieken en dalen in onze relatie meegemaakt. Waar ik dacht, ik hou van jou in het begin. Ik wist niet wat liefde is. Totdat er kwam het moment van crisis, breuk, pijn. En ga maar van iemand houden die je ontzettend kwetst. Dat is het moment voor mij waar mijn hart brak. En toen besefte ik, mijn hart is niet gebroken, alleen de... Hoe zeg je? De grenzen van mijn hart zijn gebroken. Die is groter geworden. Oké, ja. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En dan kwam die gevoel van geluk en van immense liefde. En dat was voor het eerst misschien naast de kinderen. Kinderen zijn onvoorwaardelijke liefde, punt. Mm-hmm. Maar naar je partner onvoorwaardelijke liefde te voelen, ook als het niet goed gaat. Dat was voor mij de grootste moment van eigenlijk van geluk, zelfbewustwording, groei. En dat space, dat sacred space, dat heilige plek tussen ons, dan dat voelde echt levendig. Leven met leven. Ja. Ja, precies. Derde entiteit ontstaat op dat moment. Is het mogelijk om uit te leggen wat liefde is of kan je het alleen voelen? Die vraag houdt me wel bezig elke dag. Oh ja. Dat je hebt er nog geen antwoord op gevonden. Ik denk dat liefde zo groot is dat wij niet met onze taal kunnen omhelzen of omschrijven. Ik heb ontdekt in deze relatie dat er verschillende gradaties van liefde zijn. Mm. Dus ik wist niet dat ik zo wel van iemand kan houden. Eerlijk gezegd, tot het moment kwam van ontzettend confrontatie. Kan je van iemand houden, ook als het zoveel pijn is. Mm. En voor mij is liefde blijft de onderzoek van mijn leven.
Maar één definitie die ik ontzettend kloppend voor mijzelf vind is... kan ik aan jouw kwetsbaarheid mijn volledige aanwezigheid geven? Dus als jij komt in je kwetsbaarheid, kan ik zonder verwijten, zonder oplossingen, zonder vragen volledig aanwezig te zijn. En dan ontstaat verbinding. En in verbinding komen de oplossingen vanzelf. Dus dat is een van de definities die ik heb gevonden. Maar liefde is een onderzoek voor leven. Ja, het gaat veel dieper dan... het is, als mensen zeggen het is gewoon een stofje of zo, je weet wel, in je hersenen. Dat is veel meer dan alleen dat. Ja, de stofje bestaat wel. Dus daar heb je wel gelijk. Nou, niet dat ik dat zeg hoor, dat het dat is. Maar dat is wat mensen zeggen. Dat mensen zeggen? Ja. Oké. Een stofje komt voor intieme relaties dan als je verliefd bent. Mm-hmm. Als je verliefd wordt, worden we eigenlijk... overgespoeld, onderspoeld met heel veel verliefdshormonen. Ja. Dopamine, oxytocine, neurofinofine. En dat maakt de cellencenter in je hoofd eigenlijk... wordt geactiveerd zoals hard drugs. Dus je bent eigenlijk nature drugs dus. Ja. Om je eigenlijk te binden met een hele tegenovergestelde persoon aan jou. Dus we hebben die drugs nodig om echt met iemand te hechten. En we krijgen die hormonale cocktail, zeg maar. De eerste, het kan duren 3 maanden tot 18 maanden ongeveer. Ja. En dat is nodig voor onze biologie, omdat anders voorplanting gaat niet plaatsvinden. Anders vinden we elkaar niet zo leuk. Dat is echt een evolutiedingetje, dus. Nou ja, precies. Bestaan van Homo sapiens. Dus we blijven bestaan. Alleen, dat heeft heel weinig te maken eigenlijk met liefde. Hmm. Omdat dat is verliefdheid. Daar ben je niet heel veel bewust van wat echte liefde is. Daar je surf the wave. Je gaat mee met, je voel je echt Superman, Superwoman. Je kan alles aan. Alles lukt jou, alles is mogelijk. Daar ben je echt happy. En dat is... ultieme blijdschap, denk ik. Zijn jullie verliefd geweest? Ja. Ja. Ja, right? Ja, dus je weet dat gevoel van ik kan alles? Ja, het is wel, voelt best goed. Het voelt fantastisch. Op een gegeven moment gaat weg. Ja, dat gaat weg, omdat je hebt het de werk te doen om het opnieuw te vinden. Maar dat kan wel. Dat gevoel kan je terugkrijgen. Ja, dus... maar dan op een nog diepere, echtere niveau. Liefdesrelaties gaan in cycles. Ik denk dat elke relatie eigenlijk gaat in een cycle. Maar in een cycle, zeg ik het goed in het Nederlands? Cyclus. Een cycle. Kan allebei. Ja. Een cycle kan niet. Maar maakt het niet uit. Maar cyclus, in de cycles. En het begint bij de verliefdheidsfase. En dat is de voorjaar van elke relatie. Dan worden de zaadjes geplant. En dan komt de bloei van een relatie. En dan word je één dag wakker en je denkt... wacht even, de grote teleurstelling noemen we dat. Jij bent helemaal niet Superman. Ja. You know, of Superwoman. en daarna... merk je, oké, dat is een gewone persoon met gewoontes die mij in het begin zo aantrekkelijk vond. Nu beginnen ze me te irriteren. En dan begint eigenlijk daar een stapje van die fase naar de fase van status quo. Waar heel veel stellen heel lang blijven. De irritaties opkroppen, worden groter. Maar eigenlijk durf je niet te zeggen, ik wil het niet kwetsen. Ik durf het niet te zeggen, omdat je reactie, ben ik bang voor je reactie. En dan ga je opstapelen. En sooner or later, als je niet de werk doet, komt de crisis erbij. Dus dat is de winter, als we in seasons praten. En de crisis is, dat is dus de... deze foto is eigenlijk een bijzonder, dat deze foto komt. Dat is de eerste foto. En op de foto zitten wij... onze hele gezin op een bakfiets.
Dus drie kinderen en ik erachterop en David. En dat is de eerste moment dat wij eigenlijk in verbinding zijn na onze diepe crisis. Mm. En dat was ook het moment dat wij dachten, oké, blijkbaar blijven we rondjes draaien. Blijkbaar hebben we iets niet goed geleerd in deze leven. We dachten op dat moment niet dat wij bij elkaar überhaupt zouden terugkomen. Maar we hebben elkaar beloofd om de werk te doen en te gaan leren van onze fouten. En dat heeft ons van de crisis gebracht naar doing the work. Dus echt het werk doen, echt onderzoeken. Hoe werk ik? Waarom triggeren we elkaar zo in liefdesrelaties? Wat gebeurt er en hoe kunnen we beter voor de volgende keer? En dat heeft ons zo dicht bij elkaar gebracht. Dus we hebben besloten om terug bij elkaar te gaan. En toen zijn we ontzettend verliefd op elkaar geworden. Ja. Maar deze keer niet in de onbewuste verliefdheid. Maar deze keer wisten we hoe wij eigenlijk aan elkaar zitten. We begrepen de dynamiek van relaties. Nu waren we niet bang om elkaar te kwijt te raken. We waren eigenlijk verbonden op een dieper niveau. Dus dat bestaat. Ja, dus je kan dat wiel of die cyclus waar je het over hebt, die kun je in principe gewoon verbreken. Mm-hmm. In principe na de winter kan het gewoon klaar zijn met de wiel. Meeste mensen verbreken dat. Als het moeilijk wordt, ga ik weg. Nee, maar ik bedoel, het lukt je dus om als het ware uit die cyclus te ontsnappen. En dat je voor altijd dus in de zomer blijft. Je blijft nooit altijd in de zomer. Helaas, anders moeten we allemaal naar Curaçao. Want deze foto is. Nee, niet in liefdesrelaties. En ik denk in elke relatie maak je mee verschillende momenten in je relatie. Maar je draait wel die rondjes. Dus soms gebeurt dat. Soms voel ik me echt verliefd in één dag en komt de crisis ook. En dat gebeurt in 24 hours. Dus je kan die rondje in één dag voelen. En soms zijn ze jaren nodig voor. Wat wij wel nu hebben onderzocht en wat we eigenlijk onderzocht voelen, is dat wij niet zo bang zijn voor de crisis meer. En dat is totaal iets anders. Dan is de verbinding en het geluk in een relatie, we praten over geluk hier, zo geworteld. Onze liefdesboom heeft zulke diepe wortels dat wij eigenlijk niet bang zijn om dat een crisis of een storm naar onze weg komt. Omdat we weten hoe we kunnen communiceren. We weten hoe wij over moeilijke onderwerpen toch met elkaar aan tafel zitten en gaan praten. En hoe we moeten praten, zodat het echt die ander echt hoort. Omdat we praten meestal om te beantwoorden, niet echt om te horen. En dat zijn allemaal waardigheden die we moesten leren gedurende die crisis. Dus die crisis was eigenlijk het beste cadeautje die wij als relatie hebben gekregen. En en die verliefdheidsfase, misschien was dat je vraag, kunnen we daar altijd voor altijd blijven? Mm-hmm. Die is duurzamer geworden. Yes. Ja, inderdaad. Duurzamer geworden. Okay, maar die cyclus die blijft wel altijd gaan. Dus die crisis komen terug. Ja, ja, je blijft mens. Dus je wordt getriggerd. En de ding is dat in relaties, onze triggers komen niet zoveel van een relatie, de huidige relatie, maar van het verleden. Dus 90% van de triggers in relaties, in elke relatie, komen eigenlijk van het verleden. Omdat onze eerste school van de liefde, first school of love, is thuis. Toen we jong waren. Dat is het moment waar je eigenlijk net als een sponge bent. Je brein zich ontwikkelt. Je maakt duizenden neuronen per dag. En je observeert hoe het was thuis. Hoe waren papa en mama met elkaar? Of de verzorgers die je toen kreeg? Of je broers en zusters? En hoe waren ze met elkaar? Hoe gingen ze conflicten oplossen? Waren de affectie? Werd er gesproken over emoties? Intimiteit? Hoe waren ze naar jou toe? Al die
eigenlijk, dat is de first software, zeg ik het altijd. En je komt met die eerste software en je neemt het mee, bewust of onbewust, in jouw volwassen leven. En zeker in je intieme relaties. Ja. En daar komen de triggers met je partner. Ja, oké, I'm gonna stop. Maybe you have a question. Oh ja, heel interessant. Ja, ik wilde het ook over je boek hebben. Want voor mij ging dit ook al een beetje over je boek, wat je net allemaal vertelt. Maar eerst wilde ik nog iets vragen over die tegenpolen waar je het over had. Want dat is helemaal, je zei dat je een partner zoekt die de tegenpol is. Ja. En dan komt de verliefdheid. Ik voel me dan af, hoezo zoeken we tegenpolen op? En is die verliefdheid een soort van om, zodat we die tegenpolen soort van kunnen accepteren? Dus je wordt verliefd eigenlijk op dat ding dat je eigenlijk daarna het meest gaat irriteren van in iemand anders. Dus we werden verliefd op dat ding dat jou het meest gaat irriteren in je partner. Omdat in het begin, daarom komt die cocktail, hè? Ja. De drug cocktail, de verliefdheid cocktail. Omdat dat ding waar jij... Ik ga je een voorbeeld geven, anders blijf filosofisch. Ik werd verliefd op David in Barcelona. 15 jaar geleden, lang geleden. Omdat voor mij was hij zo ontzettend zelfverzekerd, autonoom, hele scherpe... denkende geest en heel uitdagend. En ik vond hem, dat vond ik zo aantrekkelijk aan hem, dat hij zo autonoom en hij wist wat hij wou en hij ging ervoor. En hij werd verliefd op de passionate Latine, hè? Barcelona, ik ben heel emotioneel, it's never a dull moment, er is altijd iets gebeurd om me heen, ik heb heel veel mensen en gezelligheid. Dus hij dacht, wauw, dat is iets dat ik eigenlijk niet zo wel herken in mijn leven. Dus dat was iets wat hem aangetrok tot mij. Na de verliefdheidsfase, op het moment dat je wakker wordt eigenlijk van die cocktail, begint het leven. En bij ons kwamen de kinderen. Sommige mensen bouwen carrière. Wij deden allemaal. En kinderen en carrière. En het was druk. En het was kleine... gezellige huisje in Amsterdam. Dus de drukte van het leven begon. Hè? In het begin ben je zo gericht naar elkaar toe. Ja. Dus die tegenpolen heb je nodig. Anders heb je geen aantrekkingskracht. Hè? Twee magneten, als ze dezelfde charge hebben, kunnen ze elkaar eigenlijk niet vinden. Je hebt dat tegenovergestelde charge nodig. En nu was op dat moment ineens David zijn bedrijf aan het bouwen. Zijn tweede boek aan het schrijven. Super autonoom en scherp en gericht, maar in zijn bedrijf. Dus ik begon me heel eenzaam te voelen. En ik was nog steeds passionate Latine, maar als hij uit zijn werk kwam, werd de tegenovergestelde passion. Dus waar ben je, waarom ben je zo laat, waarom moet je zo nog steeds werken? Dus dat werd een beetje... irritatie. Ik werd behoorlijk geïrriteerd naar hem toe. En niemand wil naar huis als je dat krijgt. Ja. Tegenover. Dus die passie werd omgedraaid naar verwijt, naar ruzies. En zonder dat wij dat merkten op dat moment, begonnen we eigenlijk uit elkaar. We leefden onder één dak, maar we waren niet zo verbonden met elkaar. En nu komt die. Wat wij niet wisten, is dat ding dat ons het meest irriteert in de ander, is iets dat wij zelf te ontwikkelen hebben. Ja. Dus ik had mezelf eigenlijk opgeofferd en gezegd, oké, ik ga niet werken. Ik heb mijn bedrijf gestopt. Ik ga voor jou zorgen en voor de kinderen zorgen, zodat jij kan werken en zodat ik in dienst eigenlijk ben. Dat dacht ik, dat is dus vanuit mijn verleden een mijn overlevingsstrategie, zoals ik ben opgevoed. En ik dacht, oké, dat is de ultieme liefde. Ik gun jou de vrijheid en ik opoffer die van mij. Wat had ik te leren? En dan begon ik mezelf kwijt te raken. Mm-hmm. En dan kan, als je jezelf kwijt raakt, dan kan je je partner nergens vinden.
Nu. Dus we begonnen elkaar kwijt te raken en onszelf kwijt te raken. En dus wat ik had eigenlijk te leren is, hey, ik wil ook tijd voor mezelf. Ik wil ook die autonomie voelen. En hoe werkt dat? En ik wil ook een bedrijf bouwen. Het hoeft niet een bedrijf te zijn, maar waar ben ik? Waar is mijn autonome stuk? En hij, mijn partner, moest leren betrokkenheid, meer naar zijn gevoel. Gezien betekent ook opofferen, ook samen zijn. Dus wij hadden van elkaar, die tegenover Polen, hadden we ineens begrepen, na de crisis, op het moment dat wij de werk gingen doen, wauw, wacht even. Ik geef de verwijten aan jou, omdat ik dacht, jij bent altijd weg. Maar eigenlijk heb ik iets hier te doen. Het is een behoefte van mij die ik te vinden en te vervullen heb. En het ligt niet aan jou. En toen was de verwijt naar ons, naar elkaar weg. En toen was die sacred space weer open. Dus die brug was, we noemen het de brug. Mm-hmm. De brug naar die twee werelden was open. En dat is het ultieme geluk. Ja. Dus als je dat snapt. Dus op die manier is dat als het ware de spiegel, zoals je eerder zei. Dat je soort van in de ander dus ziet wat je zelf nodig hebt. In de andere vind je dat wat je niet hebt ontwikkeld vanuit je jeugd. Dus wij zijn. Dat is wat ik ontzettend geloof, is dat wij komen als de perfecte wezens in eenheid. We are wholesome. En als je observeert een baby tot de zesde maand ongeveer, die gaat niet zijn best doen om liefde te krijgen. Die is er gewoon. Die burp, die fart, die poep, die blast. En iedereen is koetje, koetje, koetje. Je bent geweldig. Dus het is onvoorwaardelijke liefde. Dus een baby weet heel goed dat hij perfect is. En dan komt het leven. En met het leven komen de voorwaarden in liefde. Dus liefde wordt eigenlijk voorwaardelijk. En liefde en verbinding zijn onze eerste behoeftes om te kunnen eigenlijk overleven. En überhaupt gelukkiger waren. Dus op het moment dat je als kleintje ervaart, er is geen verbinding, of waar ben je voor mij? We weten heel goed dat wij dependable zijn. Dus wij hebben verzorging nodig om te overleven. Depending. Anyway. Afhankelijk. We zijn afhankelijk, dankjewel deze woord. Dan zoeken we met alles wat wij kunnen naar die verbinding. En sommige van ons worden wat autonomer. Dus als er geen verbinding is, als er zijn verschillende situaties thuis dat papa of mama niet kunnen zijn, of ze zijn druk, of ze zijn depressief, of ze zijn er wel eens te veel op je, dan ontwikkel je twee verschillende strategieën om die gebrek aan liefde en verbinding te kunnen eigenlijk overleven. Niet zo voelen. Als jullie me niet begrijpen, please ask questions. Nee, ik begrijp het goed. En die twee strategieën zijn precies die twee strategieën die wij hebben ontwikkeld. Sommige van ons worden loyaal. Dus ik verlaat mijn wereld en ik ga oplossen het probleem. En ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn moeder alleen voor twee kinderen zorgde. Ze is een kunstenares in een communistisch land. Dus dat was heel hard werken en dus geen tijd voor ons. Dus ik moest heel snel groeien en heel snel voor zorgen. Dus ik had mijn behoeftes aan spelen en vrijheid ergens moeten verzachten, laten we het zo zeggen. Een zachte knop. En de dienstbaarheid en voor de ander zijn, dat was mijn manier om te kunnen zijn. En voor David was andersom. Lang verhaal. Voor hem was de manier om te overleven of te groot te worden van, ik ga autonoom worden, omdat ik heb zoveel meegemaakt dat ik het gevoel niet heb dat ik op kan rekenen. En dus er geen liefde, geen verbinding ervaart, zeker als je zo klein en kwetsbaar bent. Hij heeft 2 weken in couveuse gelegen, dus dat is geen aanraking. En ergens in de onbewuste heeft hij het verhaal gemaakt, ik ben niet de liefde waard. Dus
ik ga nooit verbinden. Niet nooit 100% verbinden. Dus ik word autonoom. Ik reken op mezelf. Ja. Omdat tenminste op mezelf kan ik altijd rekenen. En met die twee overlevingsstrategieën. Nou, nu zijn we de perfecte plaatje. En we passen perfect bij elkaar. Ik heb de tegenovergestelde, hij ook. En we gaan eigenlijk onze leermeester zijn. Ja. En dus je hebt in de klaslokaal vrijwillig te zitten in het klaslokaal van je eigen partner. Omdat daar hij of zij heeft de sleutel naar die wholesomeness, de eenheid die je eigenlijk bent. Zelfs kind die overlevingsstrategieën dus jezelf eigenlijk aanleert. Leer je dat ooit af of blijf je dan wel altijd een beetje zo? Nou, kijk eens, je hebt ze allebei. Ik heb ze allebei. Ik kan heel autonoom zijn. Hmm. Maar die knop is bij mij verzacht. De volume is zachter. Dus mijn primaire overlevingsstrategie is opofferen. Ja. Samen. Voor de geheel. Je komt ook uit een land waar je niet zomaar overleeft als je in je eentje staat. De community is zo belangrijk. Dus dat past perfect bij mijn plaatje. Maar ik heb ze allebei. En het belangrijkste is in relaties te begrijpen op welk moment je vanuit overlevingsstrategie reageert. En op welk moment zijn delen van ons. Hè? Het is mijn overlevingsstrategie ben ik niet. Is niet de hele plaatje. Ik ben zoveel meer dan een overlevingsstrategie. Alleen op het moment dat ik me onveilig voel, krijg jij te zien alleen dat. Ja. En dat is het gevaar dus in de relaties, dat wij vergeten dat daarachter zoveel meer is aan die persoon. Dat er zoveel ongesproken is of ongezien is op dat moment. En wij identificeren alleen met wat er gebeurt op het oppervlakte eigenlijk. Ja, dus je moet eigenlijk leren zien dat jij zelf meer bent dan dat. Maar ook dat andere mensen meer zijn dan dat. En dat is heel moeilijk. Ja. Precies, ja. Precies. Omdat als je getriggerd bent, ben je in no time. Dus je amygdala, je reptiele brein neemt over. Reptiele brein is hierachter. En dat is je beschermingsbrein. Hij is helaas krachtiger dan de prefrontal cortex, waar wij onze menselijke brein noemen. Waar je empathie, waar eigenlijk hier bouwen we dat view, de perspectief. Ik kan weer perspectief dingen zien. Vanuit hier kan ik ook zien dat je wholesome person bent. Niet alleen die verdediger of aanjager. En vanuit deze kant kan ik ook die brug bouwen. Kan ik die sacred space voelen. Kan ik vanuit hier alleen. Je las net in mijn boek. En daar denk ik. Between stimulus and response there is this space. Right? In het Nederlands vind ik het moeilijk. Dus er is dat ruimte tussen reactie. Tussen mijn reactie en de stimulus. Prikkel. De gebeurtenis, de prikkel. Daar ontstaat een ruimte waar ik eigenlijk mijn keuze heb. En dat is eigenlijk de reis van deze brein naar deze brein. Is heel snel. Ja. Maar als ik me onveilig voel bij jou, bij mijn partner, ga ik verdedigen en is deze brein uitgeschakeld. Ik ga nu alleen verdedigen. Ja. En daar is de verbinding meteen oud. En zonder verbinding kan je geen oplossing vinden. En heel vaak zoeken we in al die drukke momenten van stress de oplossing. Maar we kunnen met deze part van onze brein niet de oplossing vinden. Alleen met deze. Dus wat we hebben te doen, ook in de relaties. Vertraag, vertraag, vertraag. Geef each other, geef elkaar de tijd om de bloed, letterlijk de bloed wordt afgezuigd hier. Natuurlijk is het bloed, maar is minder. Duurt ongeveer 20 minuten om de reis weer van de reptiele brein naar de mensenbrein te maken. Om te zakken en te voelen, oké, ik ben zoveel meer dan alleen maar de persoon die verwijten gooit of ontevreden is. Of de persoon die zich afsluit en verdedigt of
heel rationeel wordt. Dat zijn alleen maar overlevingsstrategieën. Ja. Dat is wel een eng idee dat je prefrontale cortex gewoon uitvalt op dat moment. I know. Ja. It's not fair. Maar het is puur overleving. Puur overleving. Omdat je brein... lang verhaal kort. Je brein ziet geen tijd. Dus geen tijdverschil. En op het moment dat je onveilig voelt, het kan zijn dat het dezelfde trigger aankomt op het moment dat je als baby in de curveuze hebt gezeten. Dus dat je brein voelt alleen gevaar en daar gaat hij op beschermen. Gevaar kan ook een vuurtje zijn. Oh, don't touch it. En die strategieën zijn belangrijk geweest toen om te kunnen overleven. Maar in onze huidige relaties zijn die strategieën eigenlijk een gevangenis geworden. Ja. Omdat in die gevangenis ben je veilig, maar je ben niet je hele zelf. Dus ja. De rest, de delen, die andere delen van jou zijn eigenlijk beschermd en dus niet aanwezig. Dus de brug is dicht. En dus jij bent gevangen. Je bent veilig, maar is geen verbinding. Ja. Ja. En nu toch nog even, voordat het... we zitten al bijna op de tijd, maar toch even over het boek dan. Oké, yes. Ja, want alles wat je nu hebt verteld, is dat een beetje in het boek staat? Ja, heel veel staat in het boek, ja zeker. Je hebt dit geschreven toen, na dat gebeuren met Daan, dat diepe dal het over had. Daar kwam je weer uit. Heb je heel veel geleerd. En misschien vul ik het nu verkeerd in hoor. Maar heel veel geleerd. En toen ben je dit boek daarover moet je gaan schrijven. Precies. Dat is ik. Dit boek kwam als geschenk van de uitgever. Hij wou een boek over liefde en hoop. En ik had een hele mooi verhaal. En mijn... de woord missie past niet zo bij mijn grote liefde. Mm-hmm. Was, ik heb mezelf beloofd, als mensen over liefde willen leren, dat ik ze altijd alle lessen zou gunnen van alles wat wij hebben geleerd van onze crisis. Van onze do's en don'ts en problemen. En dat was de perfecte formaat waar ik alle lessen van in heb gegoten, geschreven. En het is eigenlijk niet zomaar een leesboek, maar het is ook doenboek. Dus het gaat echt, dat hebben we gedaan. Zo heeft het voor ons gewerkt. Dat hebben we gedaan en dat heeft helemaal niet gewerkt. En I wish. Ik wens dat iemand mij zo'n boek had geleend voor de crisis. Dat wij wisten hoe wij met elkaar echt de waarheid konden op tafel leggen. Ja. Dat wij wisten hoe wij kwetsbaar konden opstellen. Dat wij wisten hoe intimiteit werkt. Dat wij wisten dat, liefde niet vanzelf gaat. We dachten, wacht even. In het begin was het zo vanzelf. En waarom moeten we nu... Waarom werkt het nu zo? Zijn wij eigenlijk niet voor elkaar bedoeld? Dus we wisten niet dat het hoort erbij dat je eigenlijk aan je relatie werkt. Ja, dat is hele waardevolle informatie die je eigenlijk... Alle lessen. Ja, en hier staat ook in 7 stappen naar een nieuwe balans tussen liefde, relatie en gezin. Ja. In 7 stappen, dus het is echt, je kan het boek lezen en dan leer je als het ware hoe je je relatie verbetert of dieper maakt. Je boek lezen is niet genoeg, je boek doen, yes. Dus dat is het verschil. Het boek lezen is, ik begrijp het. Het boek doen is, het werkt. Omdat, dat is een hele inspirerende, voor mij boek, mensen zeggen. Het is inspirerend omdat het een echte verhalen erin zitten. Dus het is niet, ik heb dat gelezen jongens, misschien werkt het, try it, I don't know. Dat is echt bloed, zweet en tranen in die boek. En die heeft alles wat erin staat, heeft voor ons echt oude crisis uitgehaald. Wij dachten, we geloofden echt niet dat het mogelijk was om bij elkaar... Het was ook niet de bedoeling. We waren echt
Ja, we dachten, oké, niks kan ons redden. Blijkbaar was ons liefde niet voor elkaar. En toen hebben we stap voor stap meer informatie gaan krijgen, meer begrepen. En toen dachten we, wacht even, de liefde is helemaal niet voorbij. Ja. Wij hebben de vingers niet zo te wijzen, maar naar ons toe. Dus wat heb ik hier te leren? En toen stroomde weer. Dus de verdediging ging eruit en de brug was open. Dus de verbinding stroomde weer. En de liefde kon weer stromen. Dus en een diepere liefde dus ook. Zoals je en het zo bewustere liefde. Ja. En toen kwam die cycle van, oh, wacht even, we zijn zo verliefd op elkaar eigenlijk. En het komt steeds. En nu weten we het, dat het komt. Oké. Nu zijn we in de verliefdheidsfase. Jee, nu zijn we in de crisis. Ouch. Je ziet het bijna aankomen, die crisis. Hè? Ja, en we zitten in de crisis af en toe. Alleen we weten hoe wij moeten repareren. Ja. Hoe het werkt. En daar zijn we niet bang voor. En dat is het grootste verschil eigenlijk. De enige verschil. Ja. Ja. Hey, we vragen aan onze gast altijd een voorwerp mee te nemen. Ik weet niet of jij een voorwerp mee hebt genomen. Oh, dat is een goeie. Een boek. Oké, daar kom je goed vanaf. Nee, iedereen interessant. Dat is niet erg. Excuses. Nee, maar, ik ben het vergeten. Had je anders het boek meegenomen? Of? En de voorwerp zou representeren een geluks? Of wat ja, was? Waar je gelukkig van wordt of inspiratie uit haalt. Wow, dat zou zeker een boek zijn waar ik inspiratie uit haal. Ik denk dat mijn voorwerp zou zijn een rattle. Weet je wat een rattle is? Ik heb een van die foto's met een zweethut erop of een vuurtje erop. Dat is een ceremoniële instrument met zaadjes erin en klinkt. Zoals een sambabal. Something like this, exactly. Ja. Zou ik een rattle nemen? Omdat dat is de plek waar ik eigenlijk tot mijn ceremonies, rituelen zijn mijn manier om tot mezelf te komen. Mijn hart te kunnen horen. En mezelf beter te begrijpen. En dat af en toe doe ik. En dat weet ik dat in de tribes doen ze dat om de kinderen in slaap te krijgen met liedjes. En dat is mijn manier van de brein in slaap. Even de stress eruit en even mezelf horen. Dat zou ik hebben meegenomen. Excuses. Ah, ja, dat luister je nu en denk je, waar heeft het over? Luister nog even de podcast met David terug. Oh ja. Ja, over rituelen. Gesproken, ja, zeker. Ja, dat is ook heel interessant. Zeker. Ja, nou, dan zijn we nu een beetje aan het eind gekomen. We vragen onze gast altijd als allerlaatste een tip te geven voor iedereen die luistert. Een tip te geven. Als ik een tip kan geven over geluk zou zijn. Geluk is overal. Durf te kijken en durf die dankbaarheid te openen als het over liefde is. Zou ik zeggen, niet bang zijn voor de crisis. Wees nieuwsgierig, omdat elke break-up heeft een breakthrough moment. Dus wees nieuwsgierig en kijk wat achter elke uitdaging, achter elke verwijt, achter elke pijn, wat voor behoefte staat erachter. En ga naar de behoefte in plaats van weg te gaan. Dus eigenlijk met één uitspraak, durf dare to enter the cave you fear, the cave you fear to enter, lays the treasure you seek. Top. Deze. Ja, mooi. Nou, bij deze heel erg bedankt in dat geval. Yes, jullie bedankt. Dank jullie wel. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de Podcast of Hope. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd door bent geraakt. Iedere zondag om 10:00 komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify en op al je andere favoriete podcast apps. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhope.nl. Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding, goede gezondheidszorg, vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.